Dagen en ook nachten lang zijn in het RAI-gebouw in Amsterdam 500 mensen ijverig bezig geweest om daar de bloemententoonstelling Amstelflora in te richten. Planten en bloemen tot een waarde van 700.000 gulden, tonnen aarde en turfmolen werden er binnengebracht. Er werden priëlen gebouwd, tuinen en vijvers aangelegd, er werd gezaagd, getimmerd en geschilderd. Kortom, er heerste de koortsachtige drukte die de voorbereiding van een dergelijk evenement kenmerkt. De roem is deze tentoonstelling vooruitgegaan en op de openingsdag is de belangstelling reeds enorm. En al deze bezoekers krijgen iets waarlijk schoons te zien. Deze grootse expositie overtreft alles wat op het gebied van bloemen en planten ooit in Nederland vertoond is. We zijn in een sprookjesachtige lusthof. De stichting Amstelflora heeft kosten of moeite gespaard om deze jubileumtentoonstelling tot een feest voor het oog te maken. En men is daar volledig in geslaagd. Alle soorten. Ze vergezellen de mens op zijn levensweg. Deze unieke tentoonstelling legt getuigenis af van het vakmanschap van kwekers, bloemisten en hoveniers. Dat vakmanschap dat Nederland maakte tot het bloemencentrum van de wereld.